Vandaag hebben we een vier ringen knoop. Dit is een hele bijzondere knoop. Hij is heel driedimensionaal. Hij komt echt zo naar voren toe. Vult mooi op. Het ziet er altijd weer heel verrassend uit natuurlijk. Deze is van Linwood. Ik vind een beetje de niet standaard knopen, die vind ik toch altijd wel heel erg leuk om te doen. Ze dagen uit. Ze zijn niet conform de standaard, niet conform status quo. Ja, het zijn mooie ijsbrekers eigenlijk. Ik heb mijn brede zijde aan de linkerkant, dunne zijde aan de rechterkant. Dus je kunt eigenlijk meteen meedoen. Brede zijde, je gaat hem met de dunne zijde knopen. Brede zijde meteen op navelhoogte. Of op riemhoogte zo ongeveer, dat je meteen goed zit. Dan ga je met de dunne zijde over links. En ga je door het midden terug naar voren toe. En hier ga je naar rechts toe. Wat je nu gaat krijgen zijn de doorhalingen door de lussen heen. De eerste is, ik ga hier met de dunne zijde achterlangs. En ik ga door deze lus heen hier. Dit wordt lus nummer 2. Ik laat mijn das gewoon vallen. Nu ga ik door lus nummer 2. Goed. Nu heb ik hier aan de achterzijde heb ik hier deze lus gemaakt. Met deze ene achterste slag. Dus ik ga met de dunne zijde midden door langs. Nu ga ik door deze. Door deze lus heen hier. Zo. Goed. Dat is eigenlijk de knoop. Ja, en zoals met alle knopen is het nu tijd om een klein beetje overal een beetje een draai aan te geven. Zodat hij eruit komt te zien zoals jij wilt. Ik trek wat aan de bovenzijde, zodat de knoop hier iets strakker komt te zitten, niet te los. En vervolgens kan ik hem door de knoop vasthouden en de brede zijde vastpakken. Ik kan hem naar boven halen. Nou, ik vind dat 3D gebeuren, dus het feit dat hij wat naar voren komt, wat losser eruit ziet, vind ik wel wat hebben. Ik zeg al, dus gewoon niet de standaard. Dus dit vind ik een mooie afwerking. En op deze manier heb je de knoop gemaakt. En je ziet het, hij valt meteen zo vol naar voren toe. Hier. Nou, eens kijken hoeveel reacties dat ik hierop ga krijgen vandaag. Overdag. Vind je dit een leuke knoop? Laat het me weten. Ik zou het fijn vinden als je uiteraard een plusje geeft of een duimpje of wat dan ook. Want dan weet ik dat ook. Vind je het niks? Laat me ook weten. Dan hou ik het voortaan voor mezelf. Althans deze knoop dan. Alle andere knopen deel ik toch weer. Ik ben benieuwd. Heel veel succes met knopen. En fijne dag.